Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time, waarbij we de Suripop-componisten voor het voetlicht plaatsen. We weten dat 3 december is een galaavond in de Entrinesti Sporthal en er zijn 12 gloednieuwe finale composities ready. En één daarvan komt van Clint Vassal Alikan, samen met zijn mede-componist Ricky Chenayung. En als het goed is, moet Ricky verschijnen op beeld. Let's see. Ja. Ricky is er. Welkom Clint. En Ricky, je bent natuurlijk een beetje op afstand van ons, want je bent op Sint Maarten, hè, als ik me niet vergis. Ja, op Sint Maarten. Op Sint Maarten. Je komt wel naar Suriname op 3 december? Absoluut. Liever kom je. Ja. Clint en Ricky, gefeliciteerd met jullie nummer Kinky Unie, het idee. Dank je wel. En ik denk dat eigenlijk heeft de titel van de song niet echt verder introductie nodig. Het gaat zo over social media en het hele promotietraject. Hadden jullie verwacht dat, want jullie hebben echt met een nationalistische overtuiging geschreven. Yeah. Hadden jullie verwacht dat dit de eerste reactie zouden zijn op het nummer? Dat hadden we verwacht, maar meer nog gehoopt. Ja. En de reacties zijn overweldigend, inderdaad. De boodschap komt naar mijn mening aan bij het volk. Ja. Die oproep om de gedachte en het gevoel voor Suriname te gaan veranderen, om Suriname naar hogere hoogtes te brengen. Mm-hmm. Naar het mooie Suriname waar we allemaal naar smachten eigenlijk. Ja. En inderdaad, de reacties, dat hadden we verwacht, maar meer nog hadden we gehoopt. Ja. Wie heeft de tekst geschreven? De tekst heb ik geschreven. Okay. En toen heb ik dus... Het was kort dag. Mm-hmm. Ja, ik dacht 2 weken voor de laatste deadline. De deadline voor de inzendingen van Suripop. En toen dacht ik, ik kan dit inzenden. Maar natuurlijk, melody-wise moest er nog wat gedaan worden. En ik zeg, ik ga Ricky contacten, mijn vriend. Ricky Chenayun. En die zit op Sint Maarten. En hij, komisch zegt hij tegen me, boy. Ik heb geen tijd, boy. Maar stuur voor me. Ja. En binnen een week hadden we een melodietje. Nou, ik moet wel... daaraan toevoegen dat ik dacht van Famo Tijgaman is voor nog weer mee erin. Ik had mijn schoenen reed opgehangen. Ja. Ja, dat wilde ik je vragen, Ricky. Kijk, wanneer je eenmaal de hoogste eer hebt behaald binnen het Suripop gebeuren, om het maar even zo te zeggen, kreeg je dan ook het gevoel dat je zegt, hey, luister nou, hoger dan dit wordt het niet, dus ik doe niet meer mee, het is leuk geweest? Ja, ik dacht echt van, nogmaals, Clint belde me op. Ik zei van, jee, het is allemaal... veel te veel werk nu om te gaan zitten, componeren en dergelijke. En ik was in een hele moeilijke periode ook. Ja. En gewoon stond ik op en ik dacht van, laat me proberen wat te doen. En binnen een half uur had ik het. Ja, en, de melodie. En toen zei ik van, ik dacht van, maar dan moet ik weer meedoen na al die jaren, weet je. En hij zei van, ja Ricky, let's go for it. Mm-hmm. En zo kwam het tot stand. Dus Ricky's newbie-enthousiasme heeft je eigenlijk er doorheen getrokken. Ja. Of er overheen getrokken eigenlijk. Exactly. Ja. Dus was het ook een beetje bittersweet toen je hoorde dat jullie in de finale waren? Ja, absoluut. Maar ik kan me ook nog herinneren dat ik wijlen mevrouw Healy hier, want ik woon al 22 jaar op Sint Maarten. Ja. En mevrouw Healy die kwam vaak naar hier en ik vroeg er van, mevrouw Healy, mag ik nog meedoen met Suripop? Nee, dat kan niet meer, je woont daar niet meer. Ik zei, oké. Oh jee. Ja, en dus van daaruit zei ik, oké, that's it. Ja. Volgens mij mag het wel hoor. Het zijn ook Surinamers en diaspora die nog mee mogen doen. Ik refereer naar het jaar 2002, 2003. Ja, oké. Okay. Dat ik mevrouw Healy hier heb ontmoet. Ja. En ik vroeg daar, zou ik nog mee mogen doen? En ze zei, nee hoor, je woont daar niet meer. En mevrouw Healy was wel de bewaker van alle regels. Hè? Dus als ze dat toen tegen gezegd heeft, moet ik even het regelboek eventjes erop na gaan slaan. Dit nummer heeft best een grote impact gemaakt. Als je het mij vraagt, heeft het te maken met de timing waarin ons land op dit moment zit.
economische crisis, net uit corona, best veel moeilijke tijden. Ja. Waarbij mensen houvast zoeken. Van oké, weet je, wat doe ik nog hier? Ja. Wat moet ik nog hier blijven doen? Hoe zie ik het in Suriname verder? Zowel voor de mensen die de mogelijkheid hebben om ergens anders naartoe te gaan, als de mensen die in het land zijn en nergens hebben om naartoe te gaan. Is er zoektocht naar steun? Denk je dat momentum een rol heeft gespeeld? In eerste instantie niet. Maar gaandeweg wij bezig waren met de compositie. Toen zagen we dus duidelijk dat het echt in de tijdgeest van het moment paste. En vandaar dat we ook zeiden van we hopen dat het aanslaat bij het volk. Mm-hmm. En inderdaad, je maakt een terecht punt. Het past helemaal nu in allemaal wat er gebeurt in Suriname. Economisch. En het gaat, we proberen, iedereen die komt, die probeert het land uit de blubber te halen, laat me het maar zo zeggen. En, maar als we als Surinamer, individu Surinamer zelf, niet onze mindset veranderen naar het land toe, gaat die kinkie niet komen. Dan gaan we niet naar de grotere hoogtes. Dat is Ranang Noguahe. Ja. Toch? En dat is nou die oproep die we doen. Als componisten samen, Ricky en ik, is dat de bijdrage die we met deze compositie willen leveren aan Suriname, om dat stukje bewustwording te brengen en die verandering te brengen. Oké, dus eigenlijk hebben jullie een nummer geschreven voor Suriname en niet per se voor Suripol. Voor Suriname, ja. Nee, ik heb, mag ik wat zeggen? Ik Tuurlijk. Heb meegedaan, omdat dus de tekst, en ik heb ook dus een cliënt wat instructies gegeven, van hey, luister, we moeten dus de tekst hier en daar even aanpassen. Mm-hmm. Want het is de Surinamer zelf die ons land vooruit kan helpen. Yeah. En niets anders. Mm-hmm. Het gaat om Helemaal de Surinamers, zijn denken, zijn instelling, zijn opstelling. Everything dat dus moet helpen aan de opbouw van ons land. Yeah. We zijn een onafhankelijk land en we zijn geen kolonie meer. Dus het kan alleen van de Surinamer zelf komen. Ja, yeah. Oké. Okay. You know? En op die basis dacht ik, oké. De tekst boeit me wel. En oké, dan gaan we ervoor. Ja, oké. Okay. Ja. En het was er, want binnen een half uur was het er. De melodie. Dus ik bedoel, dat was niet de opgave. Huh? Ja, het was de stok achter de deur genaamd Ricky. Nee, Clint. Het was de stok achter de deur genaamd Clint. Ja, Clint was ik er niet bij. Ja, toch, het was Clint. Clint was de stok. Jullie hebben gekozen voor een interessante combinatie tussen Paul als, zeg maar, doodgeverfde Suripopzanger, doorgewinterd, is ook een award. En een vrij nieuwe jongen die volgens mij nog nooit op het Suripop-podium heeft gestaan, als ik me niet vergis. Dus in de tekst komt dat natuurlijk ook wel heel erg mooi naar voren. Ja. En toch is er een beweging, zeg maar, gaande, die zegt dat alle Suripop-nummers van vroeger beter waren. En die Suripop-sound van toen komt nooit meer terug. En ik challenge echt iedereen die discussie met me wil aangaan. Ja. Dat Suripop echt niet slechter geworden is. Gewoon omdat we de nummers niet allemaal uit het hoofd kennen zoals toen. Het is een hele andere tijdgeest. Ik denk dat als je toen inderdaad een Safri of een Jiwa Wang. Iedereen kent het mee, want er was niet zoveel. Ja. Terwijl de wereld nu helemaal open is. Voor alles zijn ook alle invloeden van buiten. Ja. Maar Paul bestempelt toch wel die traditionele begin Suripop periode. Ja. En jullie koppelen dat aan iemand die eigenlijk totaal blank. Dus talk to me about that combination. Alright, Ricky kan daarop straks ook ingaan, maar laten we dit alvast zeggen. Toen we van start gingen met wie gaat de song zingen, maar natuurlijk, je probeert verschillende zangers uit. Ja. De warmte die Paul aan het lied gaf, aan het begin, dat boeide ons gelijk. Het boeide ons gelijk. Maar wie heeft jullie demo ingezongen? Onze demo heeft Brian Munslag ingezongen. Oké, okay, goed. Onze demo Brian Munslag ingezongen. Paul bracht warmte aan het lied vanaf het begin. Je voelde het aan. We hebben dus ook Waldino gehad. Die het liedje ook heeft ingezongen. En op een gegeven moment, samen met de arrangeur. Ja. Toen dat is Rolenzo en Ernesto, hè? Ja, Rolenzo en Ernesto. Toen kwamen we erbij tot van, hey, what about een duo? Paul vertegenwoordigde iets oudere garde. En Waldino
De jonge Wang. Hij is echt een jongeling, ja. Nu op het podium. Dat kan booming gaan zijn. Mm-hmm. We hebben daarover gediscussieerd, daarover gebabbeld. En we zijn tot die conclusie gekomen. En hebben gezegd van nee, dit wordt het. Maar Ricky wacht daar ook. Ricky is heel kritisch wat dat betreft. Ricky heeft een mening. Erg kritisch en heeft een die-harde mening. Okay. Dus Ricky, we luisteren. Het kwam dus inderdaad, we waren aan het zoeken van naar de juiste stem. En het was niet zo makkelijk. En, maar ik heb altijd al vanaf het begin bij het componeren gedacht van, hey, Paul is de gegadigde in deze. En naarmate we bezig waren met dus, het arrangement, kwamen dus de producers, Ernesto en Rolenzo, die ook zeiden van, hey, what about een combinatie? Van twee heren, het heeft nog nooit plaats gehad. En nee, dat is dat is ook best dat uniek. Het, dat het dus uniek zou zijn. En naderhand, na veel week en week, hebben we gedacht, oké, lijkt me een goed idee. En Oru Wang en Jong Wang, you know, Paul als de koning van Suripop van de eerste jaren. En Waldino, die met zijn goede voice dan ook verder ja. invulling geeft aan het geheel. Mm-hmm. Dus op die basis. Ja. Dus ik neem aan dat jullie niet de mensen zijn van de beweging die zeggen de oude Suripop-nummers zijn beter. Anders gaan we direct het interview stappen. Of doordiscussiëren. Nee, we gaan doordiscussiëren misschien. Ik heb eerlijk gezegd dat ik heel lang de Suripop-nummers niet gevolgd hoor. Vanuit van Suripop 11 dacht ik tot Suripop 11 tot 19, of dit ja. is nummer wat, 21? Ja. Dat, 11 tot 19 heb ik niet echt gevolgd. Dus maar jij ik ben mag niet later aan de discussie. Okay. En ja. ik moet wel toegeven dat ja. er dus hele goede nummers bij zijn. Dankjewel. Met, ja. met alle respect. Je mag alle respect. ja. Wilde jij ook reageren op die? Nee, inderdaad. Nee. Suripop is ook qua muzikale kwaliteit en ook qua meegaan met de moderne wereld, qua van muziek, is Suripop zeker op vooruit gegaan. En natuurlijk zijn er steen goede nummers uitgebracht en ook winnaars. Met natuurlijk. Alle respect, niet allemaal zijn even goed, maar dat was in... In 1982 ook niet het geval. Ook niet het geval. Ja, toch? Er zijn nummers uit 1982 die je ook niet meer kent. Precies, sowieso. Ja. Dus, ja. Maar mag ik ook even aanhalen dat ik deed voor het eerst mee in 1990. Ja. En dat was met Archimie. Ja. En Archimie was niet in de finale. Niet in de finale? Archimie was toen niet in de finale. Er moest een lied eruit vanwege de situatie van het land. Ja. En toen besloot de stichting om mij dus de kans te geven met Archimie. Oké. Okay. Ja. Dat moet ik wel heel eerlijk interessant. Toegeven. En Archimie was toch voor mij een van de betere nummers. Mm-hmm. Niet omdat ik het zelf gedaan heb, maar you know. Ja. Nee, zeker nog steeds een bijzonder nummer die ook een klassieker Absoluut. Genoemd mag worden. Absoluut. Die man heeft het wel, hè. Zo moet het heel moeilijk het gewoon niet meer doen. Sta je hier 22 jaar later, Ricky? Kom op. Maak de prijzen aantrekkelijker. Ricky zegt dat ik heb hem uit de Suripop slaap gehaald. Okay. Nou, en kijk hoe je er staat. En weer een reden om naar Suriname te komen. Dus zo fout is het niet. Nee. Hoe bereiden jullie je voor? Want het is natuurlijk, ik denk dat het fijner zou zijn als je inderdaad een componistpartner hebt waarmee je hier bent en kan Absoluut. Sparren over Absoluut. Elk onderdeel van het traject. Ja. Ricky is inderdaad, zou het veel handiger zijn misschien. Ja. Ricky is, ik ben twee keer geweest. In het traject naar Suriname of één keer? In dit traject één keer. Eén keer. Is hij één keer lijfelijk aanwezig geweest. Ook in de studio bij, voor de compositie. Ja. Maar op afstand werken, het lukte wel. We hebben een appgroep gemaakt en het lukte wel. Ja. En het was een lang traject. We hadden dus ook COVID. Het waren felle discussies soms. Hele discussies, het was niet altijd even makkelijk, maar at the end zijn we trots op ons product. En waar gingen de discussies over, voornamelijk?
De discussies gingen voornamelijk over het arrangement. Ja, ja. Ja, over het arrangement. Ja. En van waar de nadruk op gelegd moet worden. Ook op de zang. Ook op de zang waarop de nadruk gelegd, de woorden waarop de nadruk gelegd moest worden. Okay. En natuurlijk het geheel ook, het muzikale ook. Mm-hmm. Ja. Zelf de intro moest touching zijn. En het was heel interessant. Heel interessant. Ja. En leerrijk hoor, leerrijk ook. Ja, ja. Want ik mag meegeven dat ik muzikaal zelf, ik hou van mooie melodieën. Mm-hmm. En ik ben een gelegenheidszanger. Ik ben een gedichtenschrijver, ook op mijn gelegenheid als iemand jarig is of er is een evenement, kan ik zo een gedicht. Laat me ook zeggen, dit liedje heb ik binnen een uur geschreven. Mm-hmm. In één uurtje. Gevoelsam diep. Ja, geschreven. Mm-hmm. Nadat we dus samenkwamen als componisten, Ricky en ik, is het natuurlijk tot een geheel gesmolten. Ja. En heeft Ricky ook zijn bijdrage aan de tekst, zijn we tot de tekst die de huidige tekst die er is gekomen. Okay. En daarvoor ben ik Ricky ook heel erg dankbaar natuurlijk. Okay. Zo direct mag je hem in person bedanken na al die tijd, intriges die er geweest zijn in het traject van het nummer maken. Ja. Maar ondanks alles, wel of niet de Jules Chenavon trofee, jullie hebben een prachtig nummer neergezet. Het is wel grappig, want we weten dus niet als er eerder een duet geweest is met twee mannen. Maar dit jaar is er wel een duet met twee mannen. Er is wel een duet met twee mannen, voor zover ik weet. Ik denk even, volgens mij is er wel eentje geweest met Artino Ollestam en Humphrey Kolen. Ja. Dat was een liedje van meneer Spong, dacht ik. Mm-hmm. Okay. Dus we moeten dat even checken, maar het is een heel ander type natuurlijk. Ja, dit is een ander kaliber. Maar het is wel een uniek fenomeen. Het gebeurt niet zoveel Twee mannen die inderdaad op het podium staan. En het zijn twee van de beste. Ja. Paul Amrali en Waldino Belfort, als ik goed heb. Waldino Belfort, ja. Ricky en Clint. Heel erg veel succes toegewenst. Er zijn nog een paar dagen die ons resten naar 3 december toe. Zeker. En daarna gaan we het weten. You never know. Life changing. En daarna gaan we Ricky vragen wat hij beter vond. De eerste of de tweede keer. Meedoen, hè. Meedoen. Meedoen. Ja? Vanuit deze plek is het meedoen. Ja. Oké. Okay. Dan moet je... Jullie moeten me motiveren. Motivatie. Kinky, jij het idee. Misschien moet hem dat zeggen. Luister, het is niet zo makkelijk. Ik ben heel snel in melodieën maken. Maar tekst schrijven is niet zo easy. Nee, zeker niet. En zeker niet touching. Hè? Touching teksten die de mensen raken. Touching, de woorden zoeken. En dan wanneer je hebt geschreven. Er zijn een heleboel zangers die zeggen van... Ik kwam op een gymnasium. En dat zijn mijn kiezen. Dus het is niet zo 1, 2, 3. Er zijn mensen die dat talent hebben, die dus heel snel kunnen schrijven. Helaas, schrijven kan ik ook, maar niet zo snel. En dan denk ik van, maar waarom doe ik het? Waarom doe ik het eigenlijk? Snap je? Dus ik moet gemotiveerd worden, moet motivatie zijn en van daaruit. Ja. Stok achter de deur, het heet Clint. We zien je heel gauw terug in Suriname, Ricky Clint. Dankjewel voor jouw aanwezigheid hier. Ja. En over een paar dagen weten we het. Succes in het traject. Dank maar you. Enjoy every moment, dat is belangrijk. Thank you very much. Ja? Okay, dankjewel voor je tijd, Ricky. We zien je over een paar dagen op Surinaamse bodem weer. Absoluut. Want het nummer is voor Suriname geschreven, niet voor Sint Maarten. Voor Suriname. Dus komt in naar hier. Ja, is voor Sint Maarten. Ja, is voor Suriname. Ja, toch? Oké. Die mensen als ze zeggen van, amang netanja, amang schrijf staat Suriname. Niet dat ik maar luister, maar daarom zeg ik ook in dat, zeggen we ook in dat. Ja, toch. Wie heeft je voor een tapoente, Suriname naar een tampe. Tampe, dies naar je kondre. Oké, heren, dankjewel. En u, bedankt voor het kijken. We hopen u eens te zien op 3 december tijdens de gala presentatie van Suripop 21. Goeiedag. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.